Allemaal, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben aan het schoonmaken, lunch aan het maken en inpakken. Allemaal tegelijk. Ik heb net mijn werk afgerond. Dus dat is fijn. Ik heb nu net de kastjes schoongemaakt. En nu ga ik even lunch eten. En ik ben al bezig met het inpakken. Hier staan de koffertjes, of de, hoe heet het, rugtasjes van de kids. Een koffer met alle spullen, voornamelijk voor de kids. Hier onze koffer. En dan natuurlijk onze rugzakken ook nog. En ja, dat is het dan. Dus dat is iets minder dan wat we normaal meenemen, laten we het zo zeggen. Ik moet heel veel formulieren invullen, maar dat moet volgens mij 24 uur van tevoren. Voor het hele corona gebeuren en zo. En dan nog laatste dingen doen. Ik ga dan even zeg maar, verder het huis schoonmaken, omdat mijn oom hier natuurlijk op mittens komt passen. Dus, een hartstikke idee. Kommetje voor de soep. Ga ik eten, want ik ga van mijn graad. Wat trouwens wel een beetje jammer is, is dat onze reis ineens een dag is ingekort. Dat hoorden we eergisteren volgens mij. Ik denk dat het door corona komt, dat ze gewoon allemaal vluchten samenvoegen. En daardoor ja, kunnen wij een nacht korter op vakantie. Dus dat is wel balen. Maar goed, ja, daar kan ik nu heel erg moeilijk over gaan doen. Dat hebben we ook gedaan. Had weinig zin. Dus nu heb ik hem er maar bij neergelegd. En zien we er maar de voordelen van in. Dag eerder thuis. Gewoon het weekend thuis. Alles rustig opruimen en doen voordat ik weer aan het werk moet. Dus hè, zo zien we het dan maar eventjes. Zo grappig, ik heb wel eens mijn, volgens mij, dat hemdje laten zien wat ik vroeger ook aan had. En hier is het bewijs. Dit ben ik, back in the days. Spiegel een beetje. Met het hemdje aan van Mickey Mouse, Santorini. Nou, die ga ik aan Elen laten zien. Dat is toch te leuk, had mama meegegeven. Ja, nou, dit was ik dus als kindje. Alle fotomodellen. Dit is op de boot in Griekenland. Ik denk op Santorini, gok ik zo. Ik ben inmiddels zo goed als klaar met inpakken. Dan krijg je nu altijd de strijd met de weegschaal. De ene koffer, we mogen 20 per koffer. De ene koffer woog net 22, dus dat was sowieso niet goed. En de andere koffer woog gisteren geloof ik 18 en dan nu 21. Heb ik wat uitgehaald, nu weegt hij weer 19. Finesse, het gaat om de details. Maar goed, dat betekent wel dat het gaat passen. En dat is op zich zeer prettig nieuws. Wij zitten in de auto. Ruud wil graag tussen de kinderen zitten. Ik zei het dus bij grap, maar maakt niet uit. Maar ja, wij zijn onderweg. Ik zal het tempo pas over rijden. Oh nee, heb je hem laten vallen? Weer geld. We zitten en wij zitten hier. Lege stoel. Zijn we ook een lege stoel maken? Hier lege stoelen. Dus ja. We hebben net even gegeten en nu de laatste 20 minuten in de tuin. Ik heb geen idee hoe dit verstaan. Wij zijn in ons huisje en het is echt heel relaxed. We zijn er al een tijdje. Het is nu bijna 10 uur en we zijn hier. Nou, het ging echt, de reis ging heel soepel. En een super lief mevrouw die ons hier opvangt. We zitten in Norseni Girasol Club in Villino Valdarno. Onderin in Spanje. In Italië, dus wordt me heel moe. Maar goed, dit is ons huis. Ik ga het denk morgen nog even beter laten zien. En daar ligt. Daar ligt Eden. En daar ligt Niels. En zij hebben zijn eigen badkamer. En dit kan dicht. Dit is de keuken. Heel mooi. Terras met allemaal leuke lampjes, dat is allemaal nu niet te zien. Een beetje de boel ingegaan, maar we zijn nog niet helemaal klaar, maar het is mooi geweest. Ons bed en onze badkamer. Ziet heel leuk uit. Ja, we gaan ons lekker klaarmaken, want morgen is mijn birthday. Het is mijn birthday. Dus we gaan lekker slapen, ik zie je morgen. Goedemorgen, het is de volgende ochtend. Het heeft echt, nou... Noodweer was het vannacht. Het kwam echt super met bakken uit de lucht. En het was ook voorspeld hoor. Maar man. Het ging echt los. Maar goed, het maakt niet uit. Het is nu allemaal weer droog. Het is wel bewolkt.
Maar het is wel een plaatje. Maar goed, dit is ons huis. Het is nu even een beetje een rommeltje. Maar ik moet straks nog even opruimen. Keukentje. Slaapkamer van de kids. Met dus een stapelbed. Maar hij staat beneden. En dan heb je hier een badkamer met... Niet heel onbelangrijk. Want wat heb je eraan in je leven? Disco. Heel leuk. Mama. Ja. Dat hebben wij ook. Kom mee. Nou, ik ga even de tas inpakken voor de boodschapjes. En wij hebben dus zo'nzelfde badkamer. Dat is echt leuk gedaan. Oh, dankjewel. Moet ik die als eerste openmaken? Ja. Spannend. Is het een mooie ring? Ja, dat heb ik zelf uitgekozen. Echt waar? Wat leuk. Met één en ook kleren. Kijk even wat ik heb. Oh, ik ga hem even passen. Ik heb precies in dezelfde maat. Wauw, mooi man. Is het een maansteen? Ja. Dankjewel. Dank je wel. En papa heeft er ook mee gehelpt. Kijk eens, en deze kleurplaat heeft van mij. Wauw. Ik heb ook een kleurplaat. Echt waar? Ja, kijk je. Mag niet zien. Oh, mag ik hem niet zien? Nee. Ik kan geen. Maar ik ook. Wauw, Niels, wat is dit? Is het een monster met hartjes? Nee, dat is een aap. Een aap met hartjes. Wow. Kijk eens, het zijn allemaal unicorns met glitter. Ja, dat vind ik ook zo mooi. Mag ik jou even kijken? Nee, mag je hem kijken? Mag ik kijken naar jou, Eden? Is die voor mama? Oh. Jawel toch, die heb je voor mama gemaakt. Dan mag ik hem geven? Eden, die is voor... Nee, je mag niet geven. Mag ik hem... Niels, die is prachtig. Ja, maar die is niet van jou, die heb je voor je moeder gemaakt. Toch? Die is voor mama een verjaardag. Nee, ik mag niet kijken. Okay. Eén heeft mijn mama. Laat maar even, Niels komt zo wel. Dank jullie wel. Ik heb ze echt allemaal met glitter gekregen. Dank je wel, Eden. Kijk eens. Hij heeft ook een mooie ring. Kijk eens, wat een kortje voor. Mooi hoor. Eden. Wauw, Eden, wat een mooie kleurtjes allemaal. Wat ja, komt zo. Kleuren. Ja, straks een kleur. Ik heb een mooie ring gekregen. Hij zit nu even bij mijn andere ring. Oh, hij stelt niet scherp. Kijk, met een maansteen. Dat heeft Niels zelf uitgekozen. Hij wilde een ring geven met een mooie steen erin. Nou, dat is toch super lief. En mooie tekeningen van beide en een kaartje van mijn ouders. Mama, we hebben nog en ik weet niet eigenlijk wat ik voor mijn man heb gekregen. Een weekendje weg, lekker. Dat vorige weekend een beetje in de soep viel, aangezien ik alleen maar op bed heb gelegen met een longontsteking. Dus het was niet zo'n succes, dus dat gaan we even over doen. En inmiddels is de lucht blauw. Kijkjes. We gaan maar bijten. Nee, dat is een beetje weinig geslapen. Ja. Ja, dat is... Het weer is een beetje af en aan, maar het schijnt vanaf 2 uur lekker te zijn. En dan morgen nog een paar druppels en vanaf dan zon, hebben we het begrepen van iemand. Dus, en echt, wij zitten dus in Gusto Kamp. Ons huisje van Gusto Kamp. Deze zit erin, de Savelna Deluxe. En daar hebben wij Monique en die is echt fantastisch. Dat is zo'n lieve vrouw. En die regelt alles. Echt helemaal top. Niels, wil je ook even een ballon aan Eden geven? Er liggen er heel veel. Kom eraan. Ga bij me zitten. Kom Niels brengen. Niels, iedereen mag een ballon meenemen. Ja, welke wil Elin? Mama mag een roze. Dank je. Nou, maar we gaan hem niet meenemen. Het is voor hier. We hadden ballonnen gedaan vanmorgen. Kies er maar één, Elin. Wil je de roze? Oké. Okay. Alsjeblieft. Maar die is echt super, dus die kwam dus nog even checken of alles goed was gegaan vannacht en zo. Echt heel lief. En ze komt nu nog een dvd-spelertje brengen voor dit ding, want ik heb al een dvd bij hem. Want er stond dat er was, maar dat is er dus niet. Maar dat soort dingen echt. En nou ja,
er was ons dus verteld, we hebben een, even wachten Jochie, we hebben een babypakketje gekocht. Dus ze had een babybedje, een badje en een babystoel, een kinderstoel. En we voor één ding gedaan, ja, badje hebben we niet nodig. Maar ik had specifiek gevraagd, zit er dan beddengoed bij of moet ik dat meenemen? Nee, dat zit erbij. Nou, dat zit er dus niet bij, maar ze heeft super meegedacht van hoe we dat dan kunnen oplossen en zo. Dus echt helemaal fantastisch. Dus ik ben helemaal fan van deze vrouw. Ik heb de badspullen al klaarstaan. Dus ja, heerlijk. Ben weer een beetje aan kant. Mama? Ja, we zijn bij de speeltuin. Het is een beetje af en aan qua weer. We zitten hier heerlijk aan een minuutje. Ja, je ziet het nu niet, maar dit was een heel plateautje. En dan zit er een wijntje bij. Nee, nee, maar lekker lief. Met een birthday dinner. En het is €90. Dan krijg je dus 3 wijnen en dan voor hoofdna. En dan de kinderen krijgen een eigen minuutje. Dat is helemaal super. Dit is ook helemaal super. Ja, de wifi is hier een beetje slecht. We hebben ons heel erg opgedaan. De kinderen zijn al best een beetje moe. Dus we mogen nu even een klein filmpje kijken op de eten, want het is al best wel laat. Want ze hadden eerst een wijnproeverij. Het is nu 8 uur. Dus hij zit heerlijk te eten. En je kan toch, ja, ik zie wel de luik. Want ik vind dat ze nu toch even achter filmen. Want het is best wel laat. Die meneer is in zijn eentje, probeert hij al die tafels te doen. Dat heel veel. Maar het eten is heerlijk en we zitten echt te genieten. Maar ze zijn gewoon hartstikke goed. Ja, mooi! Ja. Goedemorgen, het is mama, maandag. Ik was een nieuwe Pokémon. Oh. Miauw. Het is echt super bewolkt. Ik dacht dat het vandaag beter zou zijn dan gisteren, maar dat is niet het geval. Want het is echt een beetje somber. Ik heb zelfs een trui aan, wel gewoon een rokje. Dus we gaan nu eventjes, dus ik weet niet, eventjes doen ofzo. Ja, we gaan even samen naar het pleintje toe. Gaan we even kijken wat we daar allemaal kunnen doen. Ook even qua excursie en dat soort dingen. Maar goed, volgens mij wordt het hierna allemaal lekker. Dus, ja, we moeten even opruimen, hè. Okay. Het is wat in mijn tijd niet bestond. Dit is gewoon een soort zwangere Barbie. En dan komt dus gewoon een baby uit de buik. Nou, dat heb ik nog nooit gezien. We lopen hier even rond, want het regent. We moeten even een oplossing hebben voor de glijbaan. Dat hadden we al bedacht voor vertrek. Ik heb het nou, mama. Ja! Het is de Powerpuff Girls. Hier. Kijk, een mooi uiltje. Een mooi uiltje, ja. Even terugzetten. We zijn in de speelhal. Ja, daar natuurlijk niet. Dus we nu daar. 3, 2, 1. Dus dat is heel fijn. Dus we zijn nog wel eens te zwemmen. En we gaan zo weer naar het zwemmen. Sorry voor het draadje in beeld. Maar ze mag de hand niet loslaten. Oh ja. De verkeerde. Zaten we in de verkeerde? En de mannen lopen daar. Het was eindelijk echt een heerlijke dag. Nee, dus even wat stenen aan het verzamelen. Kan je goed vasthouden? Ja, lieverd, kan je goed vast. Nou goed, het was echt een heerlijk dagje, lekker zon. Oh, nog een hele grote. Verrassend. Nog een hele grote. Het was eindelijk echt lekker weer. En het wordt alleen maar warmer de komende dagen, dus helemaal top. En nu nou ja, willen we een ijsje gaan eten, maar het duurt eventjes. Ze zegt het over ene Timo. Ik weet niet, die zit denk ik bij haar op het dagblijf. Bellen? Bellen? Ik ga even kijken. Hey Timo. Heet Timo even bellen?
Dit is trouwens een van de zwembaden. Dat is trouwens nog een tipje. Deze vluchters zijn eigenlijk voor 0 tot 2 jaar. Maar je moet niet naar de leeftijd kijken, maar het gewicht. Dus deze zijn van 0 tot 15 kilo. En zij is 10 kilo. Dus degene voor 2 jaar zijn te groot voor haar. En ze heeft hele dunne armen. Oh, mooie toren. Een elgo. Zo. Boom. We zitten nu bij een ander badje. Even het grote bad laten zien. Wij zitten in het treintje. We staan nog bij de halte. We staan ergens op te wachten. Ik weet niet. Zo meteen gaat het kast op. Normaal is hij best wel druk, maar nu best wel rustig. Heel fijn. Het is gelukkig geen 80 graden met dat mondkapje. Wel fijn om de file achter te laten. Hier zit even. We gaan wel even de tour kijken. De kids zijn in de speeltuin en nou, daar is de tour. We zitten die tour te kijken en echt het commentaar is hysterisch, maar het is helemaal niet zo spannend. Maar die man die schreeuwt en enthousiast, maar nu zijn we erachter. We horen ineens allemaal racegeluiden dat we gewoon het commentaar van Formule 1 hebben. Vandaag gaan we naar huis en filmen en op de Gameway. En straks? Als dit klaar is, dan moeten we nog 1 kilometer. Maar dus het klinkt veel spannender dan het feitelijk is, want het is Formule 1 gecombineerd met de Tour. Ze willen naar huis, het is nog 700 meter, dat is niet te veel geduld hebben, maar het is toch een partij. Hier wordt hard gewerkt, lekker barbecue. Hier, oké. Ben je er klaar voor? Ja! Oké. Nee, hij is confused. Oké, dan Confused applausje. Applausje, goed zo. Doe gewoon een andere Pokémon. Doe gewoon een andere Pokémon. Nee, nog niet gewonnen. Ja, kijk, meteen dood. En dit is dus elke ochtend ons uitzicht als we wakker worden. Zo vanuit ons bed. Die moeten we ook van. En wij gaan zo uit eten. We hebben gisteren thuis gegeten en eergisteren, volgens mij. Nu gaan we uit eten. Dit is mijn outfitje, een hemdje en dit rokje. Ja, de kast kan dus niet dicht. Dus het ziet er zeg maar non-stop rommelig uit. Maar goed, het is wat het is. Dus dit doe ik aan en dan witte gimpjes. Wel jasjes mee, want het koelt s'avonds wel af. Ik vroeg of je daar even op wilde letten. Want wat er nu alweer is, is er heel anders gebeurd, hè? Je en aan het pesten en je hebt de buddy kapot gemaakt. Ja, wat ligt op de grond? Nou, dan kijken hoe je het op gaat lossen. En we gaan dus weer bij een restaurantje eten. Dus altijd mondkapjes mee, want dat hebben we wel eens vergeten. En dan moeten we helemaal teruglopen en dat is best een stukje. Dus we gaan lekker uit eten. Ik heb vandaag hier voor het eerst mijn haar gewassen. Ik was mijn haar natuurlijk 2 keer in de week. Maar met dit soort
iets mindere waterdruk. Is toch altijd een beetje uit eigenlijk, maar het zit weer. We kunnen weer. Verschil moeten zijn. Bloed heet. Ik rijd de zwaarste. Nee hoor, Sven doet het meeste werk. Even bij de vogeltjes kijken. Hij zit heerlijk te eten. En inmiddels zijn de kids overgeschakeld naar een filmpje. Ik verkoop ons ziel aan de duivel op deze momenten. Maar iedereen doet het, hebben we gezien. Dus we laten het maar gaan. Dus ze hebben wel heel lekker gegeten. Sven heeft heerlijke risotto gemaakt. Gaan wij zo lekker eten. Nom nom nom. Onder het genot van de ondergaande zon. Ik ga even een beetje mijn make-up. Tenminste, ik heb net mijn make-up behalve mijn mascara onder de douche eraf gehad. Make-up zo heb ik niet op overdag. Maar altijd wel iets op. Waaronder mijn nieuwe liefde van Huda Beauty. En dat is de Tan Tour. Kleur Light. Ja, dit vind ik helemaal fantastisch. Dit gebruik ik dus elke dag. Zowel 's ochtends als 's avonds. Volgens mij is het waterproof. Ja, ik ga eigenlijk bijna nooit met mijn hoofd onder water. Alleen op de dagen dat ik mijn haar ga wassen 's avonds. Want ik was mijn haar natuurlijk maar één keer in de week. Dus meestal zit ik er zo bij. Of twee keer in de week. Maar het is, ik vind het ook met chloor. Mijn haar vindt dat nooit heel erg leuk. Omdat het natuurlijk super blond is. Maar dat vind ik echt een toppertje. Dus die gebruik ik nu elke avond. Kids zijn ook aan het douchen. We hebben net lekker gegeten. We gaan zo nog eventjes naar, ja, we noemen het naar beneden. Maar het is eigenlijk naar boven. Alleen je loopt eerst naar beneden en dan weer naar boven. Dus het voelt als naar beneden. De nieuwe Pikachu, want ik kan allemaal sterke nieuwe aanvallen, papa. Oké. Mama. Weet je welke aanval kan? Ik heb een soort van steenaanval. De kijker zit een steen. Dus het is Pokémon voor de snelheidsaanval. De snelheidsaanval is wat ik koop. Echt waar? En één is Pikachu? Ik sta even in de rij, vandaar een mondkapje. Hoort er ook bij, hè? De warmte doen we dan. De warmte doen we dan. En die... Dat is het restaurant, we mogen weer in de rij gaan staan. Maar het duurt niet lang, het is gewoon om op je plek te zetten en naar je plek te wijzen. En nou maar. Het hoort er natuurlijk bij, hè? Non, non, non. Kwart over de maatje. Goedemorgen, wij zitten weer bij het zwembad. En ik bedacht me ineens dat ik helemaal niet de vlog af heb gesloten. Dus dat ga ik bij deze doen. En ik heb het meeste gefilmd met mijn mobiel, gewoon omdat ik niet mijn camera bij me heb. Maar mijn mobiel wel, omdat dit de enige plek is waar we ontvangst hebben. En ja, je toch een beetje op de hoogte blijven, zeker met corona zo. Oeh, koud! bij deze wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week bij het tweede deel van onze vakantievlog. We gaan morgen waarschijnlijk naar Florence, dus dan neem ik jullie zeker mee. Bedankt voor het kijken. Doeg!